Allemaal. Mijn naam is Jim McJohns, ik ben product manager voor de tablets en voor onze netbooks. Ik zal jullie wat vertellen over onze Windows en Android tablets, die wij binnenkort gaan introduceren. Nou, zoals jullie weten, het is allemaal nog een glazen bol. Wat zijn de marktverwachtingen van onze tabletsmarkt de komende periode? Ik zou niet weten, GfK zegt 300.000 stuks dit jaar in de markt, dan weer 400.000 stuks. Het is een groot vraagteken. Maar het liefst zoveel mogelijk. En dan kunnen wij als Acer Brand kunnen daarin ook groeien. Dus net op deze manier, ik weet het niet. We gaan het bekijken. Nou, hoe gaan wij deze markt benaderen? We beginnen met twee 10-inch modellen. Zowel de Windows tablet als de Android tablet. Android tablet wordt eind april gelanceerd bij de retailers. Windows tablet komt een weekje later, zal waarschijnlijk begin mei komen. En dan krijgen we ook nog twee 7-inches. Eind mei beginnen we met de A100 en in september zal de A300 komen met 9 geheugen als toevoeging van de tweede 7 inch. Welke modellen hier nog niet op staan, is nog een 3D model wat ook in Q4 gelanceerd zal worden. En eventueel in april komt nog de 4,8 inch smart tablet wordt geïntroduceerd, maar daar gaat Lars meer over vertellen. Nou, communicatie natuurlijk veranderd. Kijk naar de jaren 60 tot en met heden. Ja, applicaties worden anders gebruikt. En zeker in deze tijd is het allemaal contentontwikkeling naar de contentconsumptie. En zeker de komende 10 jaar is het gewoon, wil iedereen gewoon overal bereikbaar zijn, overal in kunnen loggen, vanuit de cloud werken en noem maar op. Dus dit is een mooie evolutie, zeker met betrekking tot de tablets. En zoals ik net al zei, content ontwikkelen verplaatst het naar content consumptie. YouTube, Facebook, Twitter, noem maar op. Iedereen is online. Nou, en allemaal nieuwe media, nieuwe interfaces, nieuwe producten die daarop allemaal ingesteld zijn. En uiteraard wij als Acer gaan daar natuurlijk gewoon mee. Hoe gaan we daarin mee? Zoals ik net al zei, Windows tablet. Positioneren we puur eigenlijk als midden- en klein bedrijf die met Windows willen werken, die ingesteld zijn op Windows. En de Android tablets, die eigenlijk puur voor de consumermarkt zijn bedoeld. En uiteindelijk ook de grootste markt is. Dat gaat natuurlijk heel snel. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt in december, waren er 40.000 tablets verkocht alleen al in december. Nou, dat is een mooie ontwikkeling. En ook zeker voor onze tablets. Nou. Wat kan je dan uit op een tablet allemaal doen? Nou, digitale boeken lezen, communiceren via social networking, gaming, ClearFi. ClearFi is een platform gebaseerd op DLNA. En daarin stellen wij eigenlijk de tablet stellen we centraal binnen je thuisnetwerk. Via de tablet van ons, via Android tablet of via Windows tablet, kan je eigenlijk via je tv, Sony of Samsung of wat dan ook, via DLNA, kan je muziek streamen, maar je kan het ook weer naar je desktop toesturen, je films en dergelijke. Daar is ClearFi eigenlijk opgericht, gebaseerd op DLNA. Connectiviteit, snel browsen, navigeren op het internet en uiteraard ook productiviteit. Met een Windows tablet kan je ook zeer productief zijn op basis van PowerPoint, Excel en noem maar op. Om daarmee te starten, PC of tablet. Het is eigenlijk een hybride product, onze Windows tablet. Hier staat hij, de Iconia Tab W500. Gebaseerd op Windows Home, Windows 7 Home Premium. Het is een tablet en tegelijkertijd ook voor zakelijk gebruik. Zoals jullie zien, Acer was eerst op de markt met een soortgelijk tablet met XP. Daarna kwamen we met een Swivel en de Acer Aspire 1825. Wat eigenlijk toch wel de basis is. En hier hebben we de Iconia Tab, de W500. Als tablet te gebruiken, maar ook te gebruiken als met toetsenbord via de docking. Bruikbaar als tablet, plug-in keyboard, bruikbaar als netboek en bescherming als netboek. Je kan hem gewoon dichtklappen en makkelijk meenemen onderweg. En dan is het gewoon eigenlijk een volwaardig netboek, maar dan met tablet functionaliteit. Dus kijken naar de specificaties, Windows 7, Home Premium, dan krijgen we hem ook nog in Windows 7 Professional.
puur kracht, zeker in combinatie met de AMD C50 processor, de dual core processor erin. Die is ook al heel goed getest in onze netbooks, onze Aspire One 522. Waarin blinkt hij uit in de snelheid, in de gaming, in foto's. Daarin blinkt hij uit. Gate zal hier straks een mooie demonstratie geven wat de Windows tablet in combinatie met de C50 dual core processor allemaal kan doen. Qua film, gaming, echt een super presentatie. 32 gig SSD, HDMI poort, Bluetooth 3.0 en de prijzen variëren van 499 en 749. 499 is de Windows tablet standaard zonder 3G en een 749 met 3G, keyboard erbij en een non-professional. Dus de prijsband vertelt 50 euro voor ieder wat wils. Hier heb ik nog de specificaties uitgesplitst in productiviteit, entertainment en connectivity. Ik denk een volwaardig mooi product. Hij staat hier ook vooraan, twee modellen. Ik weet niet wie er allemaal mee heeft gespeeld. Ik weet niet wat de indruk is ervan. Ik hoor het graag van jullie. Total Touch Control. Multi-touch Acer Ring. Door middel van het plaatsen van de vijf vingers op de touchscreen opent in een typisch Acer Ring, waarin eigenlijk alles verborgen staat. Je calculator, je webcam, je game, selecties die je speciaal hebt opgeslagen in een Acer Ring. Optionale touchscreen, user interface, makkelijk aan te raken.